Willem Rietberg, we staan hier met een taart. 1601 keer mannetje van de radio. Nou, eerst mijn eerste vraag. 1601, waarom niet 1600? Ja, gisteren was de 1600ste keer. Willem van der Bel presenteerde dat al 1600 keer op mannetje van de radio. Maar Bert Michelsen kwam vanuit het bestuur met het idee, omdat we vandaag de tiende tour doen, Willem en ik, om vandaag de 1601e uitzending te gaan vieren. Tijdens de tiende tour. Niemand krijgt de taart voor 1601 keer. Er moet toch één de eerste zijn? Ja. En dat is het mannetje van de radio. Mannetje van de radio. Ja. Dus dan wordt het in deze regio 7.000, 8.000 luisteraars per dag. Dus gigantisch is dat. En Willem is wat dat betreft een regionale radio-icoon. Ja, iedereen kent hem, hè? Ja. Dus zullen we... Ja, ik volg jou maar gewoon. Ja, geweldige radio. Ik volg de taart gewoon, maar vooruit. Ik denk dat hij heel verrast is, Nia. Ja. Denk jij niet? Nou, dat weet ik wel zeker, ja. Kijk, daar zit hij. Willem wordt wakker, Willem. En Willem is al wakker. Willem is altijd wakker, volgens mij. Hey Willem, goeie. En 1601 keer staat erop, mannetje van de radio, vandaag. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik ben zeer verrast, maar wel leuk verrast. Willem, jij doet per dag 7.000, 8.000 luisteraars in deze regio. Enorm plezier met jouw programma. En ja, dat mag ook gewaardeerd worden. Wat is jouw motivatie om zo vaak een uitzending te doen? Mijn motivatie, dat zijn de luisteraars. En het radiovak is heel erg mooi. Kijk, het is iets wat ik al vanaf mijn 12e jaar doe eigenlijk. Begonnen met een heel klein mengpaneeltje op batterijen thuis. Ja. Draaien voor een paar mensen maar. En dat groeit dan. En ja, zo, dit is natuurlijk fantastisch. Ja, en 1600 keer, 1601 keer. Ik ben even aan het uitrekenen. 8, 9 jaar doe je dit? 8 en 9,5 maand. En dan, ja. Dan Pietje precies, hè? Willempje precies. 8 en 9,5 maand. Ja. Dit doe je 4 dagen in de week? Ja, 4 dagen in de week. Hoe laat begin je? Officieel, hoe laat ga jij die air in? 8 uur begint het radioprogramma. Ja, maar... Maar ik ben je iedere ochtend om 3:30. Ja, voorbereiden. 3:30. Om programma voor te bereiden. Nieuws, wat er allemaal gebeurd is in de regio, landelijk. Want ja, als mensen naar het loco luisteren, willen ze eigenlijk van alles op de hoogte gebracht worden. En het thuisfront, wat vindt je daarvan dat jij zo vroeg weg bent? Ja, maar ja, ik ben een ochtendmens en ik ben vanmiddag weer vrij. In de middaguren ben je vrij. Ja, Willem is voor mij wel een voorbeeld als radiomaker, hoor, zeker. Ja, maar wat voor voorbeeld? Kun je wat benoemen? Hoe hij, kijk, we doen dat vanmorgen ook weer, hoe Willem zorgt voor de vormgeving van het programma. Ja, dat vind ik echt super hoe hij dat doet. Met jingletjes, ja, de hele fantasie. Mannetje van de radio. Willem van den Belt. We zijn onderweg. Ja, dat weten we eigenlijk niet. We rijden kriskras door Nederland heen. En we hebben wagonnetjes achter ons met mensen die meeluisteren. Die zitten in die wagons. En Willem Rietberg is ook aangeschoven. En ik hoop dat hij ook even weer meeklet. Want we zitten samen in die wagon. En Paul Jansen is onze machinist. Voor de kijkers die het nog niet kennen, het programma van jou, wat houdt het precies in? Het programma bestaat uit nieuws, uit de regio. Om mensen op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt in de regio. Amusement, veel oude muziek. Omdat radioluisteraars voornamelijk oudere mensen zijn. De jeugd luistert niet meer zo naar de radio. Die luisteren naar Spotify, YouTube, andere kanalen. Uit de jaren 60 dit plaatje van Cliff Burnett samen met de Rebel Rousers. En we zijn onderweg naar Volendam. Voor de rest een aantal spelletjes. We worden helemaal plat gebeld voor de oplossing van trouwens de vraag van deze week. Op welk bordspel kun je op 4 stations terechtkomen? En kun je verplaatsen van station naar station? Ja, de vraag van de week. Monopole? Ik wilde zeggen, het is niet ganzenbord. Het is ook niet, mensen ergen je niet. Nee. Ik had het bijna vragen. Ja, ik hoorde het. Ja, ik wou het zeggen. Mensen kunnen ook plaatjes aanvragen. Dat is, ja. Radio is een hoorspel, vind ik. De luisteraars moeten zelf een gezicht vormen bij diegene die ze horen. Dat vind ik leuk. Dat ze eigenlijk niet eens weten hoe degene eruit ziet. Dus je ziet er dan eigenlijk voor iedereen anders uit.
Dat is radio. Ja, nu even niet. Sorry, we hebben je identiteit bekend gemaakt. Nee. En wanneer kun je nog precies de tijden wanneer jij hier bent? Ja, ik bedoel vanaf 8 uur dan. Wat voor dagen? Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ja. Tot? Van 8 tot 12. Ik vind dit fantastisch. Je zou het, als je mocht beleven, tot je 100ste door willen doen. Ja. Hartgrondig ja.